Ja, de burgemeester hebben we vandaag voor de camera en die spreekt zijn kerst- en nieuwjaarswens uit in dit programma Schout en Schepenen. Beste mensen in Gennep, het einde van het jaar is de periode dat je altijd terugkijkt, maar ook vooruitkijkt. En als je nou naar 2014 kijkt, dat was wel een heel roerig jaar. Het was een jaar met ontzettend veel trieste momenten en die volgden altijd weer op hele vreugdevolle momenten. Dat hebben we allemaal het hele jaar door met elkaar zo kunnen en moeten ervaren. Maar toch, als ik naar Gennep kijk in 2014, dan zie ik toch ook wel een hoop hoogtepunten. En dat gevoel wil ik nou eens met u delen, die positieve hoogtepunten. Want dat zouden we eens vaker moeten doen, kijken naar de positieve kanten in het leven. Misschien doen we het wel, maar blijft het toch niet zo goed hangen. Dan zijn er toch een hoop negatieve verhalen die overheersen. En die klinken dan sterker door dan de positieve ervaring. Het lijkt wel alsof de negatieve verhalen worden geschreeuwd en de positieve verhalen alleen maar worden gefluisterd. En dat is toch jammer. Je ziet het in de media trouwens ook. Positieve verhalen zijn meestal niet nieuwswaardig genoeg. En de negatieve verhalen krijgen dan de nadruk. Ook de insteek van reacties op websites en de sociale media zijn vaak negatief en zo erg dat daarbij soms zelfs grenzen vervagen. Als iemand alleen al denkt dat iemand anders iets niet goed doet, wordt onmiddellijk diens privacy en zelfs diens integriteit ter discussie gesteld. Ik vind dat wel een zorgelijke ontwikkeling. In het dagelijks leven zijn we geneigd om onze klachten te schreeuwen en onze complimenten te fluisteren. Wat zou het nou zijn om dat eens andersom te doen? Want het lijkt anders alleen maar alsof er veel meer fout gaat dan goed gaat. En zo erg is het ook niet. Er gaan een heleboel dingen echt wel goed. Laten we eens afspreken om dat in het nieuwe jaar anders te doen. En dat we meer de succesverhalen koesteren en de positieve kanten belichten. En ons niet alleen maar op die negatieve kanten richten. Als je kijkt in Gennep, dan zie je dat er ontzettend hard is gewerkt dit jaar. Dat hebben we gedaan in 2014 om voorbereid te zijn om alle nieuwe taken die wij hebben in de gemeente vanaf 2015 zo goed mogelijk en zeker ook zo zorgvuldig mogelijk te doen. En dan gaat die weer. Dan wordt er weer gesproken dat er bezuinigd moet worden enzovoorts. Maar die veranderingen bieden juist ook een heleboel kansen. Die bezuinigingen zijn weer het negatieve verhaal, maar die kansen zijn het positieve verhaal. Je hebt genoeg kansen volgend jaar. Je hebt kansen voor een eigen richting. Je hebt kansen voor maatwerk. Je hebt kansen om volop mee te doen in onze samenleving. Daar gaan we met z'n allen voor zorgen. En al die veranderingen die bieden ook kansen om elkaar te ontmoeten, om naar elkaar te kijken en ook om elkaar te helpen. Want wees eerlijk, elke hulpvraag verdient een constructief antwoord. Er zijn zoveel voorbeelden in onze gemeente waarin mensen elkaar vooruit helpen. Deze verhalen moeten we elkaar vertellen en ook blijven vertellen. Wij mogen daar trots op zijn, want juist dat is Gennep. En draag die trots maar uit als je over het nieuwe Jan Lindersplein loopt. Laat die trots maar zien als je de nieuwe Torenstraat doorloopt of bijvoorbeeld in de Martinustoren bent. Daar kunnen we met z'n allen trots op zijn en dat mogen we ook laten zien. Kijk maar eens in de Poort van Gennep. Drink maar eens een kop koffie met de bewoners van de Norbertushof in het Grand Café in Op de Lochte. Of stap een keer in de wensbus in Ottersum of in het Ven en maak eens een praatje met die vrijwilliger die daar aan het stuur zit. En denk tijdens de kerstdagen, als u wilt, ook aan de mensen die werken. Altijd werken, maar zeker ook op dit soort dagen. Denk eens aan de mensen van de brandweer, de mensen van de ambulancedienst, de mensen die in de zorg bezig zijn en al onze mantelzorgers. Zij draaien ook op de kerstdagen gewoon door voor u. Denk daar ook even aan. Ik ben ervan overtuigd dat als we in Gennep allemaal ons steentje bijdragen en mee blijven doen, dat ons een vruchtbaar 2015 te wachten staat. En ik wens u, uw familie en al uw goede kennissen vanaf het hele gemeentebestuur een heel zalig kerstfeest, fijne feestdagen en een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar.